De titel van mijn talk, Wie slim is, wie stier. Het is misschien een beetje een mysterieuze titel, maar het zal wel duidelijk worden straks waar het over gaat en wat die titel eigenlijk precies betekent. Toen een paar weken geleden, of een paar maanden geleden zelfs al, een van jullie, Daan was het denk ik, ik weet niet wie is Daan. Daan, ja, jij zit Daan. Mij de uitnodiging stuurde, vroeg ik natuurlijk, oké, en over wat moet dat dan gaan? Moet dat iets serieus zijn? Mag dat iets meer ludiek zijn? En dan zei hij van, ja, dat mag u volledig zelf kiezen. En mijn eerste idee was, ja, ik ga iets vertellen over gekke sorteeralgoritmes. Sommigen onder jullie die informatica studeren, ik weet niet, hebben mensen bij mij het vak algoritme design gevolgd in eerste bachelor of daar, die, toch een aantal? Ja, die weten dat sorteeralgoritmes natuurlijk een belangrijke component zijn van mijn vak over algoritme. En er zijn zowel een paar gekke sorteeralgoritmes. En een paar weken geleden kwam ik eigenlijk dit tegen op Twitter, is... This is the simplest and most surprising sorting algorithm ever. Een paper van een paar jaar geleden van iemand. En die zei, ik heb een geweldig sorteeralgoritme uitgevonden. En dat ziet er als volgt uit. En heeft dat genoemd, I can't believe it can sort. En voor de niet-informatici onder jullie, hè, dit is dus programmacode. En wat doet die? Je ziet daar twee lussen staan. Hè, een index i die loopt van 1 tot n. Een tweede index j die ook loopt van 1 tot n. Heel klassiek, hè, twee in elkaar geneste lussen. En wat er dan gaat gebeuren is dat we het elementje op positie i vergelijken met het elementje op positie j. En als a i kleiner is dan a j, dan wisselen we ze om en that's it. En dat voeren we uit. Nu, sorteert dat dan? Wel, je zou kunnen denken, ik ga die i eens even op 1 laten staan. Denk even dat die i op 1 staat. En dan laten we j lopen van j tot n. En dan zie je dat we... alle j's aflopen van 1 tot n. We vergelijken die telkens met ai. Ai is altijd 1. En dus als j groter is dan ai, dan gaan we ze switchen. Dus als we i op 1 zetten, hebben we doorlopen die tweede lus 1 keer, dan staat het grootste element van voor. En dat klinkt wel heel vreemd. Een sorteeralgoritme, en we voeren 1 pas uit, en het grootste element staat dan van voor. Klopt dat wel? Sorteert dat wel? Wel, je moet vanavond, als je er niet over kunt slapen, moet je het maar eens programmeren. Testen, het sorteert effectief. En ik dacht dan eigenlijk, oké, we gaan hier 20 of 25 of 30 minuten praten over een correctheidsbewijs, om dit te gaan bewijzen dat dit effectief gaat sorteren. Maar ik dacht, ja, nee, dat is veel te saai, dus dat gaan we niet doen. En één gek sorteeralgoritme zou natuurlijk iets te weinig zijn, hè, dus je kunt er wel een tweede bedenken ook. En ik dacht dan over een tweede sorteeralgoritme te praten, Gnomesort, uitgevonden door een Nederlander, letterlijk gnomes, hè, garden gnomes, tuinkabouters, tuinkabouters sorteren. En hoe dat algoritme werkt is eigenlijk als volgt. Je hebt een tuinkabouter, die is niet zo heel slim. Die wil bloempotten sorteren, die staat voor een bloempot. Die vergelijkt hem met de bloempot ernaast. Staan ze in de juiste volgorde, schuift hij een stapje op. Staan ze niet in de juiste volgorde, verwisselt hij ze alle twee en zet een stapje terug. En dat is ook zo een van die sorteeralgoritmes waarvan je je kunt afvragen, sorteert dat nu eigenlijk wel? En dit is de code van Gnomesort. En wat daar direct in opvalt is dat je maar één enkele lus hebt, die y-lus. En dat is ook al vreemd, hè, want sorteeralgoritmes zijn meestal twee lussen of recursief of iets dergelijks. Dit is een sorteeralgoritme in één lus en je ziet daar staan, hè, if, die eerste test, indien het elementje op positie pos groter is dan het vorige, op positie pos min 1, dan gaan we gewoon vooruit. Hè. Dus als onze bloempotten in de juiste volgorde staan, zetten we pos is pos plus 1, één stapje vooruit. In het andere geval gaan we pos verwisselen met zijn elementje daarvoor en zetten we een stapje terug. Sorteert dat? Ja, dat sorteert ook. En opnieuw, als je nog altijd slaap niet kunt vatten na het vorige algoritme, programmeert je dit ook maar eens en kijkt je na of dat sorteert. En ik dacht, in het tweede helft van mijn talk gaan we een correctheidsbewijs geven over dit. Maar dat is allemaal veel te saai. Dus dan dacht ik van, nee, dat ga ik niet doen. Geen gekke sorteeralgoritmes. We gaan het hebben over iets anders. En vandaar de titel Wie slim is, vist hier. Waar komt die titel vandaan? Was de titel van een boekje van een paar jaar geleden om de onafhankelijke boekhandel in Vlaanderen in de kaart te zetten. En het is eigenlijk een beetje letterlijke vertaling van het uithangbord van een Amerikaanse boekhandel in Manhattan in New York, die ondertussen niet meer bestaat, maar ik denk dat die gestart is in de jaren 1920. En ik denk in 2007 uiteindelijk mee gestopt. En er hing een sign uit, hè? Wise men fish here. En men moet je niet zien als mannen, maar werkelijk als mensen. Zowel mannen als vrouwen, het is ook 1920. Wise men fish here. En dat was een boek, een boekenwinkel genaamd de Gotham Bookmart. En dat was eigenlijk een boekenwinkel die heel veel boeken had. Heel veel antieke boeken, zeldzame boeken, heel veel literaire boeken. Heel veel mensen die geïnteresseerd waren in boeken kwamen daar naartoe. Dat bleek een geweldige schatkamer te zijn. En zelfs Woody Allen was van Everyone's Fantasy of What the Ideal Bookshop is.
Ik ben er zelf nooit geweest, ik heb alleen een foto gezien. Hè, maar elke keer als ik zelf naar een stad ga, ik ben vorige week toevallig nog in Lissabon geweest, dan wandel ik altijd wel boekenwinkels binnen. Ik ben gewoon een boekenfreak. Ik heb ook het geluk gehad om opgegroeid geweest te zijn in een gezin waar dat er constant boeken aanwezig waren. In alle kamers lagen boeken bij mij thuis, toen ik kind was. Ik was ook een van die leerlingen in de middelbare school. Als we een lijstje kregen van boeken die we moesten lezen, ik moest die niet gaan kopen, we hadden die gewoon thuis al. En dat heeft ook wel een beetje mijn idee gevormd over hoe dat je op een goede manier als student kunt studeren. En later dan ook, als je wetenschapper gaat worden. Jullie studeren allemaal aan de faculteit wetenschappen, wiskunde, fysica, informatica. Je zult later waarschijnlijk wel in een of andere wetenschappelijke richting terechtkomen, of het nu in het onderwijs is, of in een onderzoeksinstelling, of bij de overheid, of wat dan ook. En een goede wetenschappelijke mindset is eigenlijk wel belangrijk. En dat begint eigenlijk met boeken te lezen. Nu, met boeken bedoel ik niet altijd een fysisch boek. Tegenwoordig is een pdf natuurlijk ook een boek. Maar veel lezen is belangrijk. En ik dacht dan, oké, ik ga gewoon een aantal boeken selecteren, daar iets over vertellen, om u eigenlijk wijs te maken of u aan te moedigen om ook die boeken te gaan lezen. Dus vandaar, zoals de inleider gezegd had, de boeken die iedereen zou moeten gelezen hebben als WINA-student. Het zijn er maar 8 geworden, geen 10. En hoe begin je daar dan aan? Wel, een van de boeken die ik thuis heb liggen, ik heb heel veel boeken, en dus ook boeken over boeken. En een van die boeken over boeken is dit, een boek, La Bibliothèque Ideale, gepubliceerd in 1988 door Bernard Pivot. Bernard Pivot is, ik weet zelfs niet of die man nog leeft, maar een Frans literair criticus, heel bekend in de jaren 80, 90 in Frankrijk. En die heeft dit boek uitgebracht. En in dat boek staan 50 thema's. En in die 50 thema's zijn 50 boeken opgelijst die je volgens Pivot moet gelezen hebben. En als je die gelezen hebt, dan ben je de ideale homo universalis. En hoe ziet dat eruit, zo'n thema? Dit is, ik heb het daarnet nog gefotografeerd, het thema van de wetenschappen, les sciences. Het is natuurlijk allemaal in het Frans. Het zijn Franse boeken, Frans een beetje chauvinistisch. En ook heel veel Franse titels. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de top 10 boeken. Dus hij raadde aan, in elk thema moet je eerst beginnen met die top 10 boeken. Wat staat er? Het is misschien een beetje moeilijk om te lezen. Maar The Origin of Species van Charles Darwin, L'Origine des Espèces. Wat staat er nog bij? De beweging van de hemellichamen van Galileo. Wat staat er nog bij? Algemene theorie van relativiteit van Einstein. Enfin, een aantal titels. Als je die allemaal hebt, dan ga je over naar de volgende 25 titels. Wat staat daar bijvoorbeeld bij? Het boek van Blaise Pascal. De Double Helix van James Watson. Ik zie daar nog iets staan van Stephen Jay Gould. Klassiekers die terugkomen. En als je die helemaal hebt, ga je over naar de volgende 50 boeken. Of eigenlijk de volgende 49. En die kop je dan ook allemaal. Wat staat daarbij? Gödel, Escher, Bach bijvoorbeeld. Mandelbrot, de fractale objecten staat er ook bij. En het idee is, als je in die 50 thema's al die 49 boeken hebt, dan heb je de ideale bibliotheek bij je thuis. Het 50ste boek in elk thema mag je zelf kiezen. Dus dat is een free-for-all. Ik ben ooit één iemand tegengekomen, een bibliofiel, die dat gedaan had, die al die boeken gekocht had, in alle 50 thema's, al die 49 boeken, dus 50 x 49 is 2500 min 50, ja, 2450 boeken, in het Frans. Het was ook een francofiel natuurlijk. En die trok een lotje, die had zo'n bokaal met allemaal die nummertjes in, trok een lotje, en dat boek ging hij dan lezen, en toen hij dat gelezen had, trok hij een volgende lotje, en op dat moment las hij dat boek dan, en hij hoopte voordat hij dood was al die boeken gelezen te hebben. Nu, dat is de ideale bibliotheek. Nu, dat is een beetje ver, dat is ook nogal heel gereglementeerd. Iemand anders die voor ons beslist welke boeken dat we goed moeten vinden enzovoort. Het is niet echt mijn stijl, maar ik vond het wel leuk om eens te vermelden. En vandaar dat ik dit ook boek 0 heb genoemd. Ik ben informaticus ook, dus we starten altijd vanaf 0 uiteraard. Wat is dan boek 1? En dit is een aanrader die je moet bekijken. Toen ik 13, 14 jaar was, ik heb gezegd, ik ben opgegroeid in een huis vol boeken, heb ik dit boek gevonden in de boekenkast van mijn vader, Mathematics for the Million. Een boek geschreven door Lancelot Hogman in de jaren 30. Lancelot Hogman, ik denk dat hij biochemicus was of bioloog van opleiding, ik weet het niet helemaal zeker. Die heeft gigantisch veel boeken geschreven over de popularisering van de wetenschap. En Mathematics for the Million is daar één van. En je moet het een beetje vertalen als wiskunde voor de grote massa. De million, de grote massa. En het is eigenlijk een geweldig goed boek dat ook uitgebracht is in het Nederlands. En dat is de versie die ik als 13, 14 jaar bekeken heb. De consequenties van 1 is gelijk aan 1. Redelijk dik boek.
Ik sleurde dat mee naar school, liet dat zien aan mijn wiskundeleraars, dus ik had een beetje een nerdy reputatie bij mijn medeleerlingen. Maar waarom vind ik dat boek zo fantastisch? Omdat er eigenlijk een heleboel dingen in staan om wiskunde heel attractief, heel populariserend te gaan maken. En dit is één quote van die man, van Lance van 't Hoogben, waarom dat hij wiskunde eigenlijk zo goed vond. Of waarom dat hij zei dat zo'n boek, zoals hij dat geschreven had, eigenlijk nodig was om het stigma dat er een beetje rond wiskunde heerst. Wiskunde is moeilijk, wiskunde is saai, wiskunde is niet plezant. En hij zei eigenlijk, the best therapy for emotional blocks to math, dus voor blokkeringen die mensen ervaren bij wiskunde, is a realization that the human race took centuries or millennia to see through the mist of difficulties and paradoxes. Dat het voor het menselijk ras eeuwen of zelfs millennia geduurd heeft om door een heleboel moeilijkheden te zien en door een heleboel paradoxen, which instructors now invite us to solve in a few minutes. Die nu op een heel mooie, elegante manier kunnen uitgelegd worden in een paar minuten. En dat, zei hij, is eigenlijk fantastisch bij de wiskunde. Als je dan wiskunde leest en je ziet dat je iets triviaal lijkt en iets fantastisch mooi in elkaar zit, waar mensen in het verleden eeuwen of jaren op gesukkeld hebben, dat is toch iets moois. En het is eigenlijk dat soort popularisering dat tegenwoordig ook terug eigenlijk heel sterk opkomt bij wiskunde. En ik heb hier eigenlijk nu twee voorbeeldjes gegeven, het onderste boek van twee collega's hier op de campus, Giovanni Samai en Joost van der Wallen, X-Factor, dat ook wiskunde uitlegt in een aantal heel attractieve, mooie problemen. En een boek dat toevallig vorige week is uitgekomen van een collega Anne Domes van de VUB, Vrije Universiteit van Brussel, dat een beetje hetzelfde doet, een heleboel wiskundeproblemen op een heel elegante, attractieve manier uitleggen. Die man, Lance van 't Hoogben, heeft nog een heleboel andere boeken geschreven, Science for the Citizen. Een beetje hetzelfde, maar nu over wetenschap en niet enkel over wiskunde. Nu, waarom vond ik dat boek zo fantastisch? Ik heb er juist nog een paar foto's van gemaakt en ik heb het boek letterlijk moeten openleggen en foto's nemen. Het is vandaar dat je zo'n beetje vervorming ziet in die prentjes. Is dat er dit soort dingen in staan die eigenlijk bijna tieners of kinderen kunnen begrijpen. Wat zijn de triangulaire getallen? Getallen waarvan je de knikkers kan sorteren in een driehoek. Wat zijn dan de vierkantgetallen? Getallen waarvan je de knikkers kan sorteren in een vierkant. En met dat soort schema's kan je dan zien dat zo'n vierkantgetallen eigenlijk twee triangulaire getallen zijn. Waardoor dat je eigenlijk op een heel speelse, intuïtieve manier reeksen kan gaan ontwikkelen. Staan ook dit soort tekeningen in. Stelling van Pythagoras, een touw, die is er aan de bovenkant net even weggevallen, met zijdes, lengte van zijdes 3, 4, 5 eenheden. En als je dat touw opspant, dan kan je een rechte hoek maken. Triviale kennis voor ons. Maar voor de oude Egyptenaren die tempels bouwden, natuurlijk een soort van magische kennis, waar dat ze misschien niet aan uitgeraakt. Andere dingen die erin staan, beweging van de hemellichamen over hemisferen enzovoort. En daar heb ik werkelijk uren naar zitten staren, naar dat soort prentjes, om al die goniometrische sinus, cosinus, hoekrelaties allemaal te doorgronden. En als je dat soort prentjes ziet, het voelt natuurlijk allemaal een beetje ouderwets aan. Het is een boek geschreven in de jaren 30. Maar voor mij was dat eigenlijk ook een beetje openbaring. En nadien heeft dat mij wel geholpen om bijvoorbeeld in mijn eigen onderzoek heel veel dingen te doen. Ik weet niet of dat er studenten in de zaal zitten die bij mij al de vakken over computer graphics gevolgd hebben, maar daar komt eigenlijk boldriehoeksmeting of integreren over hemisferische domeinen, speelt er ook een belangrijke rol in. Maar een van de dingen die mij totaal wegblies toen ik dat boek als tiener las, was deze tekening. En dat was eigenlijk een tekening, een planaire vervorming van één vis, waardoor dat je hem door een soort van coördinaten, transformatievervorming in 2D-vlak, naar een ander soort vis kon gaan. En de stelling die daar dan onder stond was, kijk, die ene soort is gerelateerd tot die andere soort vis door een eenvoudige geometrische transformatie. Dus wat doe je dan als nerdy tiener? Je begint natuurlijk een heleboel beesten op te zoeken in encyclopedia en je probeert dat te checken of dat voor alle andere beesten ook gaat. Natuurlijk, ja, dat lukt dan natuurlijk niet, dus zwaar teleurgesteld en ik ben dan uiteindelijk geen wiskunde gaan studeren. Maar ik heb dan later ontdekt dat die tekening eigenlijk kwam uit een ander boek, On Growth and Form, van Darcy Wentworth Thompson, een bioloog aan het begin van de 20e eeuw die een geweldig boek geschreven heeft. Ik heb het achteraf opgezocht, vele jaren later. Waarin dat hij eigenlijk alle mogelijke vormen die in de biologie verschijnen probeert te vatten in mathematische functies. En je ziet een aantal van die geometrische transformaties daar rechtsonder. Een aantal prenten uit zijn boek naar boven. Je kan het boek nog altijd kopen trouwens. Je kan het nog altijd op Amazon bestellen. Een quote van The harmony of the world is made manifest in form and number. And the heart and soul and all the poetry of natural philosophy are embodied in the concept of mathematical beauty. Dat is toch fantastisch als je zo'n quote ziet. Dat je zegt van,
alle schoonheid in de natuur kunt gevatten in mathematische formules en in een aantal getallen, een aantal vormen, een aantal geometrische relaties. Of dat dan biologisch ook allemaal zoveel zin heeft tegenwoordig, is misschien een andere vraag. Maar ik vind wel dat dat soort boeken geweldig inspirerend werkt, zeker als jonge wetenschapper, als student, die gigantisch veel tijd heeft om effectief dat soort boeken te lezen. Aan deze kant van de zaal, we zijn al iets oudere mensen, we hebben een echte job, we hebben andere verantwoordelijkheden. We hebben misschien niet zoveel tijd meer om die boeken te lezen, maar jullie hebben nog massa's tijd. Jullie moeten dat soort boeken allemaal zeker lezen. Oké, tweede boek. Jaar nadien, vierde middelbaar denk ik, ik zat in een programma van 8 uur wiskunde, iets wat je tegenwoordig wiskunde-wetenschappen zou noemen, heb ik dit boek gelezen, van Carl Sagan, Cosmos. En dat is Carl Sagan, een heel bekend iemand, eind jaren 70, begin jaren 80, die ook heel veel aan wetenschapspopularisatie gedaan heeft. En dit boek is eigenlijk een weergave van een documentaire reeks, Cosmos, waarin mensen van mijn generatie eigenlijk mee groot geworden zijn. En die Carl Sagan is eigenlijk een beetje de lieve scherre van zijn tijd, maar dan eigenlijk op zijn Amerikaans. Maar was zelf ook een heel bekend wetenschapper. Die heeft meegewerkt aan de Viking-Marslandingen, de eerste echte landingen op de planeet Mars. Een gesimuleerd ruimtetuig daarvan zie je daar boven rechts. En een van zijn grote frustraties was dat na het Apollo-maanprogramma eind jaren 60, begin jaren 70, en dan met die Marslandingen midden jaren 70, in 76 als ik me niet vergis, dat er eigenlijk heel weinig publieke interesse was voor dat soort wetenschappelijke ontdekkingen. En hij zei van, we moeten eigenlijk het grote publiek op een betere manier gaan informeren over wetenschap en specifiek over astronomie. En dan is hij die reeks Cosmos beginnen maken. Volgens Wikipedia is dat nog altijd de meest bekeken wetenschappelijke reeks ever in de geschiedenis. Ik weet niet of dat waar is. Maar goed, om te laten zien dat Carl Sagan een van mijn wetenschappelijke helden ever is. Fotootje van de bibliotheek in mijn bureau, ook er juist genomen, waarin dat je, als je even opzij kijkt, een heleboel boeken van Carl Sagan ziet. En hij zegt eigenlijk ook iets over boeken. En hij zegt eigenlijk, wat een astonishing thing een boek is. Wat een fantastische uitvinding dat een boek eigenlijk is. Het is een plat object gemaakt van een boom met flexibele onderdelen, waarin dat we een heleboel gekke scribbles plaatsen. Maar als je dat boek dan leest, wordt je plots verplaatst in de geest van een andere persoon. You take one glance at it and you're inside the mind of another person. Maybe somebody dead for thousands of years. And across the millennia, an author is speaking clearly and silently inside your head directly to you. En dat vind ik eigenlijk wel een heel mooie formulering over waarom dat veel wetenschappelijke boeken lezen eigenlijk belangrijk is. Het is eigenlijk een soort van tijdscapsule waarin je zit. En je kan gewoon tappen uit de mindset, uit de gedachtegang, uit de rationale van mensen die 10, 100.000 jaar geleden geleefd hebben. En wat hun gedachtegang is. En dat is een geweldig verrijkend idee als wetenschapper. Dat wetenschap is niet enkel iets wat je zelf nu leert in de vakken die je krijgt. Of wat je de laatste 5 jaar op websites hebt zien verschijnen. Of wat de laatste 10 jaar is uitgevonden. Nee, wetenschap heeft een heel lange geschiedenis die 1000 jaren teruggaat. En je kunt daar nog altijd aan. Die geschiedenis bestaat gewoon. Ze staat in al onze bibliotheken of tegenwoordig op het internet. Maar waarom dat die reeks Cosmos mij geweldig ook inspireerde, en ik had daar ook weer een mindblown moment, ik heb veel mindblown momenten gehad als tiener, was eigenlijk deze sequentie die ik ga afspelen. Het was eigenlijk een sequentie die de evolutie van menselijk leven liet zien in animatievorm. En in de oorspronkelijke Cosmos-reeks, je kan die nog altijd op YouTube gaan bekijken, het is wel van 40 jaar geleden, dus het tempo is heel gezapig en traag, duurt deze animatie 8 minuten, met veel uitleg. Nu is ze samengebald op 60 seconden. Let's look at it again, compressing 4 billion years of evolution into 40 seconds. Toen ik dat als tiener zag,
Dan was mijn geest gewoon weg. En waarom? Niet omwille van die evolutie van dat menselijk leven. Uiteindelijk ken je dat vooral al wel een beetje. Maar vooral door die animatie, die computeranimatie. Omdat, ja, tegenwoordig computeranimatie, computergames, dat is all around us. We leven gewoon in computergrafische werelden tegenwoordig. Ja, ik geef computergraphics, dus ik moet ook een beetje reclame maken voor graphics. Maar 40 jaar geleden was dat soort animatie, dat was nog gewoon state of the art. En ik ben dan achteraf gaan opzoeken, ik was toen al wel student aan de universiteit, waar dat nu eigenlijk vandaan kwam, wie heeft dat eigenlijk gemaakt? En bleek dat dat deze man was, Jim Blinn, een wetenschapper toen die aan de Universiteit van Utah werkte. Dit is een van de boekjes die hij daar ook over geschreven heeft, maar die eigenlijk heel veel, en toen ik dan uiteindelijk mijn masterthesis over computer graphics gemaakt heb, en mijn doctoraat over computer graphics gemaakt heb, ben ik die man heel veel tegengekomen. Ik heb hem ook in het echt ontmoet nadien. Die heeft dan ook meegewerkt aan de Voyager-missies, om die te visualiseren. De Voyager-missies, misschien al van gehoord, in eind jaren 70, begin jaren 80, gelanceerd. En Voyager 2 is nu het verste menselijk gemaakt object dat ooit het zonnestelsel verlaten heeft. Ik denk dat het nu op 18 lichturen van ons zit of zoiets. En ja, dat is eigenlijk een heel inspirerende persoon geweest in computer graphics. Hè. Die heeft zoveel artikels gepubliceerd in die periode, dat een van de quotes over hem is, there are about a dozen great computer graphics people and Jim Blinn is six of them. Hè. Dus de output van die man is gewoon gigantisch geweest. Nu, achteraf moet je het allemaal wel in perspectief zetten natuurlijk, maar dat was toch wel een heel inspirerend iemand. Oké, boek 3. Ik heb gezegd dat ik een nerd ben. Hè. Lord of the Rings van Tolkien. Straks zal duidelijk worden waarom dat dit belangrijk is. Heb ik voor het eerst gelezen, ik heb gezegd dat ik de boeken chronologisch bekijk, toen ik denk in het vijfde of zesde middelbaar zat. En ik was plots gefascineerd door die fantasywereld van Tolkien. Ik had nog nooit zoiets gelezen. Het equivalent tegenwoordig zou zijn de Game of Thrones of iets dergelijks. Of misschien Harry Potter, maar dat is dan misschien meer voor kinderen. Maar achteraf heb ik dan geleerd dat die man Tolkien, dat hij niet zomaar een fantasy-auteur was, maar dat hij zelf ook professor was. En dat was toch wel iets dat voor mij toch wel openbaring was, dat een intellectueel iemand zoals een professor, of dat denken we meestal dan toch, in staat was van zo'n geweldig fantasy-verhaal te schrijven. Tolkien was professor in Oxford, in oud-Engels en oud-Saxische talen, oud-Noors, oud-IJslands, weet ik wat allemaal. Hij heeft een heleboel ernstige academische werken gepubliceerd, waaronder Beowulf, of een Engelse vertaling van Beowulf. En ja, Tolkien is ook een van mijn literaire helden. Daar heb ik gigantisch veel over gelezen. Kleine steekproef van mijn eigen Tolkien-bibliotheek. Dit nu bij me thuis, staat niet mijn bureau. Maar waarom heb ik daar nu Tolkien uitgekozen? Is dat voor mij een heel belangrijk boek is geweest. Omdat Tolkien voor mij een inspiratie is geweest, naast die reeks van Cosmos, om ook in computer graphics te gaan. Dus de puzzelstukken beginnen samen te vallen. Waarom eigenlijk? Omdat ik vond dat ik wil zo'n fantasiewereld zoals die van Tolkien creëren op de computer. Ja, wat heb ik daarvoor nodig? Ik heb daar goede computer graphics algoritmes voor nodig. Hè. Nu is dat het soort van werelden dat je in computergames of in fantasyfilms continu ziet. Maar toen ik student was, bestond dat nog niet. In 2013 heeft Veto mij gevraagd ooit van geef eens een paar inspirerende boeken. Ja, dan dacht ik, ik had Tolkien vermelden. En ze kopte doen, dat artikel hangt nog altijd aan mijn bureau, hoe Tolkien leidt tot computer graphics. En ze zeggen daar zelfs ergens, professor Philippe Dutré, de programmadirecteur, blablabla, koos geheel in lijn met alle vooroordelen over computergeeks voor The Lord of the Rings van J.R.R. Tolkien. Ik vond het op zich wel grappig dat ze dat op die manier zeiden. Maar goed, ik heb wel pogingen gedaan, zelf toen ik student was, om spelletjes te maken. Dat is een van de gepubliceerde spelletjes, toen verschenen die allemaal in boekformaat ook. En je ziet de fantastische 3D-graphics die eruit voortkomen. Ik heb daar toen gigantisch veel geld mee verdiend, denk ik, het equivalent van €50 of zoiets met dit spelletje. Maar voor mij was dit natuurlijk niet goed genoeg om zo'n spelletje te maken. Ik wou dan verder en verder gaan. En vandaar dat Tolkien voor mij een soort van push is geweest om ook in het domein te geraken waarin dat ik nu uiteindelijk zit. Terug iets meer wetenschappelijk. Light and Color in the Outdoors. Een boek dat ik gelezen heb toen ik mijn doctoraat aan het maken was, van Marcel Minaert. Klinkt als een Vlaamse naam. Het is ook een Vlaming. Ik denk zelfs een Bruggeling, als ik me niet vergis. Maar die wel professor is geworden in Nederland. En die heeft dit boek geschreven in de jaren 30. Dit is een moderne versie daarvan, een vertaling. Want eigenlijk is de originele versie de natuurkunde van het vrije veld. En geweldig interessant boek. Het is wel jaren 30 natuurlijk, maar het is ook een boek in drie delen. En wat hij er eigenlijk in beschrijft, is een ander thema dat mij nou aan het hart ligt.
populariserende wetenschap, is hoe dat je op een gewone manier, door in het rond te kijken, door te gaan wandelen in de natuur, door naar de hemel te kijken, naar de planeten te kijken, naar de sterren te kijken, zelf heel kleine wetenschappelijke experimenten kan verrichten. En heel dat boek staat eigenlijk vol met leuke tekeningen. Hoe kan je verklaren waarom dat een lantaarn, jaren 30, een lantaarn een bepaalde reflectie geeft op een nat wegdek? Of hoe kan je verklaren hoe dat licht in een huizenrij naar beneden schijnt en gereflecteerd wordt door vensters en dat je toch heldere lichtvlekken op de bodem krijgt van de, of op het straatniveau krijgt? Of hoe kan je verklaren hoe dat schaduwen gevormd worden door een bladerdek van een boom? Ik heb nu enkel maar de tekeningsjes gebruikt en niet de tekst. Je kan de tekst daarvan, de pdf, ook gewoon publiek downloaden. Of hoe wordt licht gebroken door een wateroppervlak en krijg je, zoals in een zwembad, van die heldere en donkere vlekken op de bodem van een zwembad. En alle soort experimentjes, waarnemingen die je zelf kan doen en die je dan zelf kan verklaren, staan eigenlijk allemaal in dat boek uitgelegd. Ook een heel fantastisch boek, je moet het zeker eens lezen. Zoals ik zei, het is ook jaren 30, misschien een beetje verouderd, maar qua filosofie, qua spirit, qua openheid is dat gewoon een fantastisch boek. Frank de Bozer trouwens is ook van, ik heb met hem daar eens over op Twitter ook zitten over discussiëren, is ook van dit boek, De natuurkunde van het vrije veld. Nu, waarom vermeld ik dit? Is omdat al die lichteffecten, sinds dat ik dat boek gelezen heb, ben ik die allemaal zelf beginnen fotograferen ook. En dus ook, elke keer als ik op reis ga, ik loop niet enkel boekenwinkels binnen, maar elke keer als ik een weird lichteffect zie, dan fotografeer ik dat ook. Dus van een cocktail die ik ergens aan het drinken ben, up, klikfoto. Of een weerkaatsing van een metalen deksel van een vuilbak op een muur, up, klikfoto. En dat is ook een inspiratie geweest voor mij om onderzoek te doen in mijn eigen computer graphics algoritmes. Omdat ook in computer graphics krijg je ook super ingewikkelde lichteffecten. En die kan je uiteindelijk ook maar verklaren, of die worden berekend door wiskundige modellen, lichttransportmodellen, die dan opgelost worden met transportvergelijkingen enzovoort. Maar het helpt wel als je een gevoel hebt of een soort van intuïtie ontwikkeld hebt of dat zo'n kunstmatig berekend lichteffect effectief zou overeenkomen met hetgeen dat je in de realiteit ziet. En hoe kun je dat ontwikkelen? Door natuurlijk observaties te gaan uitvoeren en door te gaan kijken en door een kritische geest te ontwikkelen van ik zie hier een lichteffect, hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Van waar komt dat? Klopt dat wel? Een echt lichteffect dat je ziet moet natuurlijk kloppen, maar van waar komen die lichtpatronen? Hoe wordt het licht gebroken enzovoort? En het lezen van dat boek van Minard heeft er zeker bij geholpen. Oké, boek 5. Ik ga een beetje tempo maken, want we moeten de tijd in toog houden. Ik ben ingenieur, dus ik hou van techniek. Failure is not an option. Boek geschreven in 2000 door Gene Kranz. Heb ik gelezen letterlijk op een vlucht naar Amerika. En dat gaat eigenlijk over deze man, Gene Kranz, die vluchtdirecteur was bij NASA in de tijden van het Apollo-maanproject. En dat Apollo-project, fantastisch project, het is nog altijd de enige keer geweest dat wij als mensen op een ander hemellichaam zijn geweest. Op zich is dat gigantisch verbazend. Nu klinkt dat soms een beetje blasé. Maar uiteindelijk is dat gebeurd in 1969. Ongeveer 50 jaar, iets meer dan 50 jaar, nadat het eerste vliegtuig gebouwd is. Dat is ongeveer even lang als tussen de maanlanding en vandaag. Dus tussen het eerste vliegtuig en vandaag, halverwege, is een maanlanding gebeurd. Als je daarover nadenkt, is dat even ook weer mind-blowing natuurlijk. Maar waarom vind ik dit belangrijk of waarom is dit boek eigenlijk leuk? Die quote, failure is not an option, is natuurlijk een bekende quote. Dat staat ook op mijn koffietas. Ik wou ze eigenlijk meebrengen, maar ze was iets te vuil. Maar die quote, failure is not an option, is ook gebruikt in een film over Apollo 13 met Tom Hanks. Een film van, ik denk, jaren 90. Waarin dat een ontploffing gebeurd is aan boord van Apollo-maancapsule. Maar eigenlijk ook omdat er in dat boek heel veel dingen beschreven staan over hoe dat men in de jaren 60 met software omging. Computers waren uiteraard nog niet zo krachtig als vandaag. We hebben nu allemaal een computer op zak, of zelfs meerdere computers op zak, die 10 keer zo krachtig zijn of 100 keer als de computers aan boord van die Apollo-tuigen. Maar toch komen daar van alles mee doen. En een van de quotes uit het boek, loading new software into new computers and using it for the first time was like playing Russian roulette. It amounted and got a lot of respect. En als er informatica-studenten zitten, je moet zeker eens gaan kijken naar wat waren nu precies die programma's die men gebruikte om die raketten te besturen. En dan zal je zien, je kan die online vinden, zal je zien dat dat gigantische simpele programma's waren naar hedendaagse maatstaven, maar dat werkte gewoon. Dus we moeten geen supercomplexe bloating mega gigabyte programma's hebben om iets te kunnen doen. Je kunt met een programma van 4 kilobyte kunt je een raket naar de maan sturen waarin mensen zitten en dat gewoon terugbrengen.
En dat is op zich ook wel heel inspirerend, eens dat je dat uiteindelijk beseft. Ander thema. The Campaigns of Napoleon van David Chandler. Ik ben ook een beetje militaire geschiedenis enthousiast. Degenen die al eens op mijn website zijn gaan kijken, die weten misschien dat ik ook een wargamer ben. Ik bouw van die slagvelden aan met speelgoedsoldaatjes. En ik speel daar dan ook graag mee. Dat is een serieuze hobby, hè? Dat is geen kinderhobby. Ik heb ook een aantal boeken over Napoleon. Maar waarom Napoleon? Omdat door het lezen van die militaire boeken van Napoleon heb ik ook links ontdekt met wiskunde en hoe dat wiskunde kan gebruikt worden om militaire geschiedenis te voorspellen. En een van de bekende wetten daar is de Lanchester Law. Lanchester was een Britse militair die die wetten heeft opgesteld. Het was eigenlijk gebeurd na de Eerste Wereldoorlog. De vliegtuigen waren uitgevonden. En je had heel veel vliegtuigen, Britten, Duitsers, Fransen, allemaal random door elkaar aan het vliegen, die elkaar neerschoten, totaal chaotisch. En men had geen goed model om dat te modelleren. Wie komt daar nu eigenlijk uit als winnaar? En normaal, als je allemaal op de grond zit en we zijn met 10 man hier en 20 man daar, en we schieten over en weer, weet je misschien wel ongeveer wie dat gaat winnen. En Lanchester is eigenlijk de eerste die geprobeerd heeft om dat te vatten in wiskundige modellen. En het wiskundig model staat hier, op deze lijn, is eigenlijk niet zo moeilijk. Als je een sterkte hebt van een rood leger, dat is IR, en een sterkte van een groen leger, en we gaan ervan uit dat de verliezen van het rood leger, dus de afname van de sterkte van rood over tijd, evenredig is met de sterkte van groen. Dus hoe sterker dat groen is, hoe meer kans dat ze hebben om rode soldaten of rode vliegtuigen neer te knallen. En die kleine g is maar een evenredigheidsconstante, vergeet die maar. En voor groen geldt eigenlijk hetzelfde. Dus de afname van de sterkte van groen is evenredig met rood. Dus hoe sterker dat rood is, hoe meer groene soldaten dat we kunnen, of vliegtuigen dat we kunnen neerschieten per tijdseenheid. Nu, als je die vergelijkingen hebt en je lost die dan op, en we gaan dat nu niet uitleggen, dan, collega Igot is daar veel beter in dat soort wiskunde uit te leggen, dan merk je eigenlijk, als we die evenredigheidsconstante even wegdenken, dat je een constante krijgt dat de sterkte van rood in het kwadraat en de minder sterkte van groen in het kwadraat altijd een constante moet zijn, onafhankelijk van het tijdstip waarin je zit. Ik heb de wet hierboven nog eens uitgeschreven. En je weet dan, als je dan twee sterke krachten tegen elkaar zet, die gaan in sterkte afnemen. Het verband is dat het verschil tussen de kwadraten altijd constant moet zijn. Dus finaal zal de sterkste overwinnen. En wat hij nog over heeft aan sterkte op een finaal tijdstip, is dan de vierkantswortel van het verschil in kwadratische sterktes op tijdstip 0 als het gevecht gaat beginnen. Op de volgende lijn heb ik dan een voorbeeldje gezet. Dus als het rood leger op tijdstip 0 met 10 units begint, 10 vliegtuigen, en groen begint er met 6, dan weet je, rood is de sterkste, rood zal winnen. En op het einde zal rood er nog, 10 x 10, min 6 x 6 vierkantswortel, nog 8 over hebben, terwijl groen gedecimeerd is. En we kunnen een andere berekening maken. Rood begint met 8 en groen met 10. Groen zal winnen. En op het einde zal groen nog 6 eenheden over hebben. Nu, dat wil eigenlijk zeggen dat de sterkste altijd wint. Maar door dat kwadratisch verband openen er zich wel wat mogelijkheden die je niet zou hebben als dat verband lineair is. Stel dat rood door geweldig tactisch militair te manoeuvreren het groen leger in twee groepen kan splitsen voordat ze gaan aanvallen. Bijvoorbeeld, rood kan een wieg drijven tussen twee groene legers, zodanig dat je legers sterkte 4 en 6 hebben. En dan gaat rood met zijn sterkte 8 eerst dat groen leger van 4 aanvallen, houdt dan nog een sterkte van 7 over. En dan gaat hij nog het andere groen leger aanvallen en komt hij in totaal als overwinnaar uit de bus. Terwijl als de legers als geheel tegenover elkaar stonden, rood totaal geen kans zou hebben. En als je dit ziet, dan denk je, en is dat nu eigenlijk ooit in het echt gebeurd? En het antwoord is natuurlijk, ja, natuurlijk is het in het echt gebeurd. Maar dat weet je natuurlijk enkel maar als je heel veel boeken over militaire geschiedenis gaat lezen. En een van de bekende voorbeelden is de slag van Trafalgar. De geweldige zeeslag, Nelson enzovoort. Nelson's Column in Londen komt daarvan. Waarin dat eigenlijk geanalyseerd is, hoe dat de Britse vloot de Franse vloot eigenlijk heeft aangevallen door die in twee groepen aan te vallen. En daaronder zie je dan van die analysegrafiekjes op welke momenten er zoveel schepen waren. En het model inderdaad is dat er zo'n grote chaos is, alle schepen schieten op iedereen, zodanig dat de verliezen van de vijand per tijdseenheid evenredig zijn met je eigen sterkte. Waardoor dat je dan kan aantonen en waardoor dat je dan eigenlijk met wiskundige modellen een soort van militaire beslissingsstrategieën kan beginnen uitdenken. Dus, militaire geschiedenis heeft mij dus ook geleid tot een heleboel wiskunde.
Boek 7, we zijn er bijna. Creativity Inc., een boek van Ed Catmull, baas van Pixar. Pixar, computer graphics bedrijf. Hè. Computer graphics, ook hetgeen dat ik doe. En die heeft in dit boekje, het is een heel interessant boek, hè, redelijk recent, geschreven hoe dat je een bedrijf vol creatievelingen moet leiden. Hoe dat je dat moet managen. En hij zegt daar eigenlijk een heleboel dingen in die een beetje counterintuïtief zijn. Hè. Ed Catmull is zelf ook een computer graphics persoon. Is de eerste persoon die ooit een menselijke hand gedigitaliseerd heeft om te gebruiken in een computeranimatiefilm. Is ook gebruikt in een Hollywoodfilm trouwens, die hand, als enige effect in de filmmedia in de jaren 70. Hè. Zoals ik gezegd had, de baas van Pixar, de animatiestudio's. Maar een van zijn quotes is eigenlijk het volgende. If you give a good idea to a mediocre team, they will screw it up. But if you give a mediocre idea to a brilliant team, they will either fix it or throw it away and come up with something better. En dat plaatst sommige dingen wel in perspectief. In de zin van, sommige mensen zijn gefocust soms op het feit van dat je zegt, we moeten goede ideeën hebben. Maar dat is eigenlijk niet waar. Je moet vooral goede mensen hebben. Als je goede mensen hebt in je organisatie, komen die goede ideeën wel vanzelf. Als je goede ideeën hebt, maar je hebt eigenlijk maar middelmatige of minder goede mensen om ze uit te werken, dan gaan die eigenlijk een goed idee altijd de mist in rijden. Het zal misschien wel werken, maar het gaat nooit optimaal werken. En dat is soms ook iets dat ik meeneem als ik bijvoorbeeld zelf doctoraatstudenten aanwerf. Het gaat er mij niet echt om wat ze gestudeerd hebben of wat hun ideeën zijn. Als het goede studenten waren, dan komen er meestal wel ook goede onderzoeksprojecten uit te voorschijn. Andere quote uit dat boek. Don't wait for things to be perfect before you share them with others. Show early and show often. En dat is soms wel iets wat perfectionisten te veel hebben, is altijd maar wachten, broeden op iets tot als het perfect is. Nee, deel ideeën die je hebt met elkaar en zoek naar kritiek van je peers, van je medestudenten, van collega's. En op die manier ga je eigenlijk veel sneller vooruit gaan om heel goed werk te verrichten. Laatste boek. Iets dat ik heel recent gelezen heb, letterlijk een paar maanden geleden, een boek van Michael Strevens, The Knowledge Machine. En waar gaat dat boek over? Het gaat eigenlijk over hoe dat wetenschappers werken. En er zijn heel veel modellen over. Sommigen hebben misschien al gehoord van het model van Karl Popper. Die zegt wetenschap moet falsifieerbaar zijn enzovoort enzovoort. Maar Michael Strevens veegt daar eigenlijk de vloer mee aan. Hij zegt dat is eigenlijk allemaal onzin. Dat is niet hoe dat wetenschappers werken. De enige echte wet van wetenschap is de Iron Rule of Explanation. En wat hij eigenlijk zegt, ik kan nu heel de clue niet voorlezen, maar hij zegt eigenlijk, wetenschappers die denken irrationeel. Wetenschappers zijn irrationeel. Die werken op buikgevoel. Die werken op wat ze denken dat mooi is. Die werken op irrationele manieren. Maar uiteindelijk, als je een resultaat publiceert, of als jullie als studenten werk indienen, dan komt het erop neer dat je het rationeel kan verklaren. Maar hoe dat je daartoe gekomen bent, dat speelt veel minder een rol. En hij geeft daar bijvoorbeeld voorbeelden van Newton. Hè. Newton die bepaalde dingen ontdekt. En Newton was voor een deel ook nog alchemist. Hè. Newton was de laatste van de alchemisten en de eerste van de echte fysici. Hè. Newton was ook iemand die op heel veel manieren nog heel irrationeel dacht. Maar uiteindelijk, toen hij zijn bewegingswetten beschreef, het enige wat telde is, wat heb ik waargenomen en wat kan ik verklaren? Maar hoe dat je tot dat eindresultaat komt, daar mogen een heleboel irrationele en allerlei gekke bokkensprongen in zitten. Maar die kan je natuurlijk niet gebruiken om je wetenschappelijke resultaten te verklaren. En dan is het enige wat telt uiteindelijk de law of observation. Het grappige aan dit boek was het volgende. Ik was dat boek aan het lezen, een paar maanden geleden, en wat kom ik daar tegen? Toch weer exact dezelfde transformatieschema's die ik daarnet heb laten zien, zeker. Dus voor mij was het zo'n beetje van, aha, de cirkel is rond. Het boek dat ik ooit gelezen had als tiener, waar dat ik een heleboel verbazende ontdekkingen deed, die mij op het pad gezet hebben, waardoor dat ik nu uiteindelijk gekomen ben, kwam ik gewoon een paar maanden geleden exact opnieuw tegen om een case te maken over hoe dat wetenschappers denken en hoe dat wetenschap in elkaar zit. Is dat toeval? Bah, ik heb het verhaaltje natuurlijk ook een beetje geconstrueerd rond dit eindpunt. Maar ik vond het wel een leuke, toch wel ja, een leuke toevalligheid, ik zal het zo zeggen. Goed, dat waren 8 boeken. Er zijn er een aantal die ik nog in het ogenschouw had genomen, maar die ik niet gebruikt heb, de Idea Factory. Daar raad ik heel vaak aan studenten. Een boek geschreven door een student die ooit aan MIT heeft gestudeerd en wat hij daar meemaakt als ingenieurstudent. Geweldig inspirerend boek. Voor de computerwetenschappers onder jullie, The Soul of a New Machine. Boek geschreven begin jaren 80 over een team dat een nieuwe computer ontwerpt. Met alle ups en downs die ermee te maken hebben. Heel captiverend. Natuurlijk dit, Feynman, een van mijn andere grote helden. Als je echt interesse hebt in de popularisering van wetenschap,
Lees de lectures on physics. Hè. Elke fysica-student is geen echte fysica-student als je dit niet in je bibliotheek hebt staan. En Gödel, Escher, Bach. Hè. Elke computerwetenschappenstudent is geen computerwetenschappenstudent als je dit niet in je bibliotheek hebt staan. Van de wiskundestudenten weet ik het zo niet goed. Maar goed, wat is nu de moraal van het verhaal? Lees veel boeken. En uiteindelijk gaat het niet over die 8 boeken die ik nu gepresenteerd heb. Die 8 boeken zijn mijn persoonlijke selectie, die voor mij iets betekend hebben in mijn carrière tot nu toe. Voor jullie zijn dat andere boeken. Maar je kunt dat niet ontdekken als je niet leest. Dus lees gigantisch veel. En zeker nu dat je student bent, je hebt eigenlijk tijd. Je denkt wel dat je geen tijd hebt, maar eigenlijk heb je massa's tijd. En lees gewoon veel boeken en laat je gewoon drijven door je nieuwsgierigheid. En waarom is dat belangrijk? Om als je later je carrière als wetenschapper, of dat nu, zoals ik daarnet zei, in het onderwijs is, of in een onderzoeksinstelling, of totaal ergens anders, of in een bedrijf. Hè. Uiteindelijk, al die boeken die je gaat lezen, uiteindelijk vormen die een soort van grafen, een algoritme, een grafennetwerk. En uiteindelijk, al die links, die vormen blijvende sporen in je hersenen. Hè. Bij mij is dat ook zo. Ik kijk naar die boeken allemaal niet als geïsoleerde verhaaltjes, maar ik heb een aantal van die links, ja, die rode lijnen zijn nu wel hypothetisch getekend, hè, maar een aantal van die links uitgelegd. En uiteindelijk denk ik wel dat het uiteindelijk leidt tot een beter verstaan tussen hoe dat al die fantastische wetenschap samenhangt. En dat is uiteindelijk wat dat je met een universitaire opleiding, of wat wij met een universitaire opleiding proberen bereiken, wat dat we allemaal in jullie mooie hoofdjes proberen proppen. Dat was mijn verhaaltje. Bedankt om te luisteren.